Goedemorgen, vandaag is het Internationale Rivierendag. Water. Water is soms best lastig om te tekenen. Dus laten we maar eens een rivier gaan tekenen. En laten we maar eens kijken hoe we water het beste kunnen tekenen. Doe je mee? Ja, het is Internationale Rivierendag. Ja, rivier, nou dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Teken die zo. En net zoals een weg bijvoorbeeld. Zou je dat kunnen doen. Een rivier die naar de horizon loopt. Zo, of vanaf de horizon komt. Hoe weet je nou dat het een rivier is? Nou, gewoon zo wat golfjes in te geven. En we kunnen natuurlijk een zeilbootje intekenen. We zouden ook nog kunnen zeggen van, we tekenen daar een mooie brug over. Nou, dan hebben we toch een mooie rivier zo. Hè? Duidelijk dat het een rivier is. Je zou hier nog wat begroeiing langs de kant kunnen zetten. Maar dan wordt het meer gauw een slootje. Een rivier. Er zijn nog meer manieren om een rivier te tekenen. Laten we dit even nemen als bijvoorbeeld dat dit een kaart is. En dan ziet een rivier er vaak uit als een tak. Zij komt hier vandaan. Hè? Of tenminste, hij komt hier vandaan. Dan gaat hij van breed. De rivier is er breed. Of die wordt steeds breder. Naar heel smalle zijriviertjes. Als hier dan krijg je een beetje het idee van een boomtak. En allerlei zijriviertjes die zorgen dan voor dat die rivier steeds breder wordt naar het einde toe. Er komt steeds meer riviertjes bij die grote rivier vullen. Weet je dat ik door veel naar rivieren of naar kaarten te kijken met de rivieren erop, dat ik zo uiteindelijk heb geleerd hoe je bomen moet tekenen. En uiteindelijk komt hij dan natuurlijk zo, de rivier komt uit in de zee. Maar eigenlijk zo kan je het ook doen, een soort boomeffect. Hè? Dat is een soort boomtak. Alle riviertjes komen samen tot één bredere rivier. En uiteindelijk mondt het uit in de zee. Ik zou zeggen, succes met de rivieren tekenen. En ik zie jullie in de volgende video. Tot morgen!